In dit filmpje laat ik zien hoe we deze vlecht gaan maken. Hij is met 5 strengen. Je begint met een strookje bovenop en verdeel die in 5 plukken. We beginnen met de middelste 3. Links gaat erover, rechts gaat erover. Nu beginnen we met de meest linker pluk. Die gaat eronder en erover. De rechterpluk gaat eronder en erover. De linkerpluk gaat eronder en erover. Nu pak ik aan de rechterkant een klein strookje erbij. Een heel klein plukje vanaf de voorkant. Die gaat erbij, samen gaan ze eronder en erover. Links pak ik niks bij, die gaat alleen eronder en erover. Rechts pak ik weer een heel klein plukje erbij aan de voorkant. En samen gaan ze eronder en erover. Probeer deze vlecht wel losjes te vlechten. Gaat dit te snel? Er is ook een filmpje van hoe je een 5 strengen vlecht maakt. Probeer de vlecht een beetje te sturen, dat hij op het midden van het hoofd straks uitkomt. Aan de andere kant heb ik precies dezelfde vlecht gemaakt. Probeer aan 2 kanten gelijk uit te komen. Aan het einde vlecht ik hem gewoon door in een 5 strengen vlecht. Hier zet ik hem met een steekspeldje samen vast. Het mag ook met een schuifspeldje, die is wat steviger. En klaar is je vlecht. Veel plezier ermee! Vergeet niet te abonneren op de Haarschool. En hier zie je wat we volgende week erop zetten. Bedankt voor het kijken!